Wat was het idee van deze activiteit? Het idee van de Hunt is de jongeren in Rijswijk en in contact brengen met de politie en de handhavers. En dat op een hele sportieve manier. Dus de jongeren en kinderen die rennen weg. Hè? Die moeten zich gedragen als de Hunt. En de agenten en de handhavers moeten ze zo snel mogelijk gaan pakken. Hoe voelt het om de burgemeester van Rijswijk te zijn, zeg maar? Heeft u ook al uw doelen behaald die u als kind had vroeger? Hele mooie vraag stel je. Nou, ik vind het echt fantastisch om burgemeester van Rijswijk te zijn. Ik vind als burgemeester ben je burgemeester van alle inwoners, van ouderen, maar ook jongeren, zoals jullie hier bij elkaar zijn. En als burgemeester vind ik het ook heel belangrijk dat jongeren en kinderen zich goed ontwikkelen. En het evenement De Hunt, die past daar natuurlijk heel erg goed bij. En vroeger als kind heb ik nooit gedacht om burgemeester te worden. En ik wilde advocaat worden, van dan kom ik op voor andere mensen. En nou eigenlijk merk ik dat ik dat ook kan als burgemeester. Bent u tevreden met hoe het vandaag gaat? Ook een hele mooie vraag. Ik ben heel tevreden over hoe het gaat. Het is de tweede keer dat we de Hunt hier in Rijswijk organiseren. En ik zie dat er meer jongeren meedoen. En dus dat is al heel fijn. Ik zie hele enthousiaste agenten en handhavers. En ik zie ontzettend veel blije gezichten en heel veel dynamiek. En het is prachtig weer. Dus wat kunnen we nog meer hebben? Dus wat mij betreft is de Hunt dit jaar echt geslaagd. En wat vond u beter gaan? De eerste Hunt of de tweede? Volgens mij is dit nog beter. Verloopt het nu nog beter. Dus je kunt altijd natuurlijk nog allerlei punten verbeteren. En ik denk dat we ook aan jullie vooral moeten vragen, wat wil je volgend jaar anders of nog beter? Hè? Kinderen gaan mooie prijzen winnen, misschien hebben jullie daar ideeën over. Ik zie ook dat er allerlei andere activiteiten eromheen worden georganiseerd. Dus als jij en jullie allemaal nog leukere ideeën hebben, laat het dan vandaag weten. En komt er nog een Hunt? Zeker, die gaat er zeker volgend jaar komen. Ik zie ook een aantal volwassenen die zeggen, maar wij willen ook meedoen. Dus misschien moeten we ook voor de ouderen een Hunt organiseren.